Een zeer goede avond, beste luisteraars. Welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes. Als je jong bent, ja, dan elke avond krijg je een verhaaltje te horen en dan word je ouder en dan stopt dat. Vandaar deze Niet Zo Serieuze Sprookjes voor volwassenen. We zitten vandaag live in TC De Mol in Leuven. Yeah! Geweldig publiek. En ik heb hier een fantastische vertelster naast mij. Een schrijfster, een improvisatrice, een liefhebster van de taal. Geef ze een daverend applaus. Katrijn van Bouwel. Yeah! Goed. Katrijn, ik heb een titel gekregen van ons publiek. Er was eens een professor die zweetvoeten had. Uit het leven gegrepen. Uit het leven gegrepen. Dus hier gaan we. Er was eens een professor die zweetvoeten had. De Erlenmeyers bruisten. Het langzame getik van de druppels vulde de hele ruimte. Ergens in de verte krijsten enkele apen zonder hoop op verlossing. Het grote krijtbord stond vol met ingewikkelde formules. En daar, middenin dat leerzame klimaat, stond professor De Vos. Professor Emeritus De Vos. Hij was op zoek naar een remedie tegen het gevaarlijke coronavirus. Hij had al 12 apen geïnjecteerd met een mogelijk serum dat tegen de ziekte zou werken. Maar al die apen stierven. En hij was ten einde raad. Dat was hem in zijn lange carrière als professor nog nooit overkomen. Zijn kasten stonden vol met Nobelprijzen, certificaten van algehele excellentie en ook een koffiemok. Hij vergat steeds dat hij die daar gezet had. Waardoor hij altijd koffie dronk uit zijn handen. Maar hij wist dat het lot van de natie en misschien zelfs dat van de hele wereld op zijn virologische schouders rustte. En hij ploegde en hij zweette en hij zocht verder. En hij was zo hard aan het zweten dat zijn schoenen uitvielen. Zo nat waren zijn voeten. Hij keek onder zijn lessenaar en zag een plas water van minstens 1,5 centimeter dik had het laboratorium gevuld. Zijn voeten zweten zelfs heel excessief. Van onder zijn nagels kwamen kleine delta's gesprongen. Klein ongedierte was al aan het peddelen en het surfen en het spelen in die plassen. En hij merkte dat daar waar heel veel kleine vlooitjes zich onledig hielden met waterpret, het zweet enigszins veranderde. Het begon te bruisen. Tiens, dacht professor De Vos bij zichzelf. Vreemd, zie ik hier een chemische reactie die nog nooit eerder geobserveerd is in de wetenschap? Ja. Ja, dat zag hij, Geron. Ja, dat zag hij. En hij wist, ik zit hier dicht bij een oplossing. Hij pakte een zieke aap uit de kooi, smeerde hem met zijn snuit door het zweet. Ondertussen masturbeerde hij ook even gewoon. Het wond hem echt op, dit Eureka-moment. Dit Eureka-moment was voor hem. Wow. En hij stak de aap die zijn mond vol salive had van zijn voeten terug in de kooi. En hij begon te observeren. Langzaam zag hij hoe de iets wat grauwe blik van de aap wegdeemsterde om plaats te maken voor een fonkel. Een fonkel van levensvreugde, van hoop zelf. En genezing. En milde genegenheid voor professor De Vos. En hij wist, ik heb het probleem tegen het coronavirus gevonden in mijn schoenen. Mijn zweet is een viraal... Een antidotum. Een antidotum. Hij stak zijn fleecer terug in zijn broek en besloot om harder te zweten. Om zo, niet met zijn bloed, niet met zijn tranen, maar met zijn zweet de wereld te genezen. Hij zette de temperatuur in zijn laboratorium op 43 graden. Hij kleedde zichzelf heel warm aan, behalve zijn voeten. Hij keek enkel nog naar foto's van apen.
En zweten dat hij deed. Zweten, zweten, zweten. Hij dronk ook veel, zodanig dat hij kon blijven zweten. En via het internet maakte hij zijn bevindingen helemaal duidelijk aan de wereld. En de wereld kwam naar hem toe. Alle zieke mensen, alle duizenden besmette mensen werden naar zijn laboratorium gebracht. Met helikopters, tandems, vliegtuigen. Bakfietsen, het is Leuven. Auto's. Graafmachines. Treinen. Raketten. Boten. Olifanten met van die grappige kleine tentjes op hun rug. Tuk-tuks. Want ze kwamen veel uit Azië ook. Ja, Sherpa's, 26, waarvan drie lijken op hun rugtorsen. Het was daar een... Op- en aangaande file. Op- en aangaande. Op den duur was al het zweet van de grond opgelikt. Maar er stonden nog duizenden mensen te wachten. En toen wist hij, zit er maar één mogelijkheid op. Hij gaf zijn voeten aan de wetenschap. Hij stak zijn voeten naar buiten en iedereen die toekwam begon aan zijn voeten te likken. Eén per één haalden ze het medicijn van tussen zijn tenen. Het magische smegma werd doorgegeven tot aan de achterste rijen. En blijdschap steeg op. Zijn naam werd gescandeerd. De vos, de vos. De voeten vos, van de vos. Voeten van de vos. Voeten. Ja, hij veegde zijn voeten aan de wetenschap en genas daarmee het hele continent. Nu, spijt genoeg, er waren heel veel Chinezen. En zoals we weten, Chinezen eten alles. Dus het was een kwestie van tijd om te wachten tot de eerste Chinees zijn tanden zette in de voeten van professor De Vos. Eerst werden de nagels met stokjes naar binnen gewerkt. Dan het vel. Dan de pezige stukken tussen de tenen. Dan de botjes zelf. Dan één kieuw, wat een rare afwijking was waar meneer De Vos mee geboren was. Tot hij op den duur alleen nog maar twee stompjes had op het einde van zijn benen. De voeten waren op. Hij had er heel de wereld mee gevoed. Sorry daarvoor. Maar hij moest voor de rest van zijn leven door het leven gaan zonder zweetvoeten. Zonder voeten. Dat is nu de moraal van dit verhaal. Dat... Wie op apen rukt, heeft een leven dat goed is gelukt. Dank u wel, Katrijn van Bouwel. Geef ze een applaus, Katrijn van Bouwel!